Nou ja, duurzaamheid betekent voor ons bedrijf dus dat wij de wereld waar wij nu in leven, dat we die op een goede manier toch moeten achterlaten voor de volgende generatie. Ons bedrijf doet grotendeels bouwmaterialen distributie binnen de Benelux. En dat betekent dat wij diverse opdrachtgevers hebben en dat zijn voornamelijk de bouwmaterialenhandelaren en de fabrikanten van bouwmaterialen. Voor een transportbedrijf is het heel belangrijk dat jij efficiënt omgaat met je materieel. En dat betekent dat wij een hele hoge beladingsgraad willen realiseren. Dus wij gaan van A naar B zijn wij beladen en van B naar C zijn we ook beladen. Dus we zijn, eigenlijk zijn we altijd beladen. Dan ga je nuttig om met je vrachtwagens. En dan ga je dus uiteindelijk de CO2-uitstoot die je veroorzaakt, die is in ieder geval dan toch zinvol. Op onze locaties in Heerenveen en in Brabant, Elshout, daar doen wij verschillende zaken op duurzaamheid. We hebben een heel aantal zonnepanelen waar wij onze eigen elektriciteit mee opwekken. Wij rijden met elektrische heftrucks. Wij vangen ons eigen water op waar we onze auto's mee wassen. We hebben een eigen tankinstallatie waar wij... Een tankstation waar wij dus een andere brandstof kunnen aanbieden aan ons wagenpark die een positieve invloed heeft op de CO2-uitstoot. Wij kunnen het niet alleen doen, we moeten er samen doorheen. Uiteindelijk zijn de maatregelen die ik noemde zijn ook economisch goed te verantwoorden. Ja, en daarmee kunnen wij ons ook weer onderscheiden ten opzichte van andere partijen.